is gewoon heel gezellig, dus we willen niet nooit aan een donderdag overslaan. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Bijna 17 jaar geleden zijn we gestart met de vier kernwandelingen. Nadat er eigenlijk een wandeling in Haren niet goed liep. En toen een kennis van ons heeft mee opgestart, eigenlijk afgekeken van Olat uit Sint-Oederode, want die hebben ook wandelingen vanuit vier kernen. Nou, zo zijn wij hier in Haren, toen was het nog gemeente Haren, ook begonnen. S, Biezenhortel, Helvoort en Haren. En hebben we bij de KBO mensen gezocht. De KBO, wat is dat? De Katholieke Bond van Ouderen. Daar hebben we mensen gezocht om de routes mee te maken in haar eigen dorp, want daar weten ze het beste weg. En zo zijn we nu al bijna 17, in september wordt het 17 jaar dat we daarmee bezig zijn. Nou, we hebben ook even een bepaald plan en dan zeggen we, nou, zouden we die kant op de route uitstippelen? Nou, dan doe ik gewoon, nu ik aan de route uitstippelen, later op hem samenlopen en dan zetten we hem op papier. Nou, en uiteindelijk hebben we dan weer een nieuwe route en zo hebben we in S 12 verschillende routes. Dat is nog best veel. Ja, we kunnen 12 verschillende kanten uitlopen om een mooie route te maken. Nou, hebben we routes van 7 kilometer, hebben we routes van 10 kilometer. En we hebben de ouderen, en die groep wordt steeds groter, hebben ook een route van 4 kilometer. En die hebben, ja, die gaat meer om het sociale contact als op het wandelen, maar die zijn wel bezig. Nou, dat houdt dus in dat is mensen morgen op het begin om 10 uur starten we eigenlijk, maar om 9:30 zijn de eerste mensen al binnen, want die willen lekker met elkaar lekker bijkletsen. Ja. Dat is hartstikke leuk. De eerste donderdag van de maand wandelen we altijd in Biezenhortel. We doen dat op alfabetische volgorde. Van? Het alfabet, dus Biezenhortel als eerste, S als tweede, Haar als derde en Helvoort als vierde. Als het in de vier kernen is, krijg je dan alleen de mensen uit Biezenhortel of komen ook de andere kernen? Wandelen. Alle kernen komen naar elkaar toe, maar ook mensen buiten de kernen zijn vrij om mee te wandelen. Er komen ook mensen uit Udenhout of uit Vught of uit Den Bosch of uit Tilburg. Iedereen die wil kan zich inschrijven? Iedereen hoeft niet in te schrijven, gewoon zorgen dat je om 10 uur bent en dan kunnen mee vertrekken. We komen vooral voor de sociale contacten, dat is heel belangrijk. Maar je loopt wel mee en dan 4 kilometer? We doen de 4 kilometer, maar dan lopen we een stukje, omdat er bepaalde beperkingen zijn. Zijn we met een paar mensen die korter lopen en dat we toch wel bij de groep weer kunnen koffie drinken. 10 jaar of zo lopen we mee, met de 10 kilometer, de 7, maar ja, daarna loopt dat een beetje. Ja, soms loopt het was erover, hè? Het is gewoon heel gezellig, dus we willen niet nooit aan een donderdag overslaan. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Aan de wandel zo meteen? Jazeker. Voor de eerste keer? Nee, we hebben nog meer meegedaan. Maar we zijn een paar weken gestopt vanwege vakantie. Maar we gaan er weer tegenaan. Hè? En hoeveel kilometer gaat het? 7 kilometer doen wij. Zo, dat is toch behoorlijk. Ja, dus de pas erin houden. Hè? Zo is dat. En u ook? Ja hoor, ook 7 kilometer. Alle twee uit S? Haren. Ja. Oké. Okay. Veel plezier. Dankjewel. Ja, ik ga meewandelen. De tijd van de 10 kilometer is wel voorbij. Dus ik doe het net 7 kilometer. Nou, dat is toch ook een prachtige afstand? Ja, ja, dat vind ik ook. In S is het extra gezellig. Ja, is het extra gezellig in S? Waarom? De koffie is er lekker en Wim is gastvrij. Dus heerlijk. Oké, okay. En nu ook 7 kilometer? Nee, ik ga 10. Hoeveel gaat u wandelen? De 10. De 10? Ja, dus wel om te doen hoor. Goed om te doen, ja. Je komt uit S? Nee, ik kom uit Boksel. Ja, het is hier zo mooi dat er van 4 kernen mensen meelopen. Mooi hè? Echt super. Ja. Dat is altijd leuk om weer wat andere gezichten te zien, andere mensen te ontmoeten. Zeker, zeker. Een van de redenen waarschijnlijk dat de mensen ook meedoen. Ook gezellig, je loopt spontaan met iemand mee. En je hoort nog eens wat andere praat, zoals ze hier zeggen. Ja, zeker. Ja. Veel plezier vandaag. Dankjewel. Hoeveel deelnemers zo'n beetje? Want jullie zijn al wat langer bezig. Ja. In de coronatijd zal het misschien helemaal plat gelegen hebben. Voor de coronatijd hadden we ooit bijna 100 mensen. Maar toen is het op een gegeven moment door de corona een stuk minder geworden. Maar nu begint het weer aardig aan te trekken. We hebben nu alweer ooit 60, 65 mensen alweer die alweer meelopen. Dus wij mogen niet klagen. We hebben fijne, hele goede deelname. Heel veel succes in ieder geval. Dankjewel hoor. Ja.